Oké, we zijn in de trividentiesfeer en tevens de kerstsfeer. Netjes praten zegt Bolly. Sfeer. S-F-E-E-R. Oké, maar we staan voor, of we zitten voor, fast en fresh. Dus als je snel wil eten en vers, moet je hier zijn. Ja, dan zie ik mensen hun tongen likken. Jullie denken direct aan die hete kip. Peperen kip. Maar je moet even nog geduldig wachten. Hey, kom. We gaan vandaag pizza eten, dat mag je wel weten. Die heerlijke pizza van hier. En onze gast vandaag is Sai. Zo noemen ze hem hoor. Maar ik wil weten hoe hij echt heet. Een heleboel comments. Deze jonge man heeft volgens mij, Jonna, help me, volgens mij meer dan 1000 likes gehad. En meer dan 400 comments. Dat wil zeggen, aboy die stranga in zijn naam. Een paar bepaalde mensen vinden van mij, god, maar wie is die jonge man? Dan woon je niet in Suriname, als je hem niet kent. Je zou je toch, maar als je hem niet kent, zou je hem leren kennen. Dat is de kracht van Tapa Bankstel. Wij praten over Surinamers. We praten niet over een Javaan of een Ristaan of een Creool, maar gewoon over Surinamers. Vandaar dat we hebben besloten om deze jonge man in onze show te zetten. Laten we gaan kijken en luisteren, maar kijk even, we zijn al in die Oruyari-sfeer. Is dat je toch? Dresscode, is dat je toch? Is al bezig. Dus begin nu al te reserveren. Ga naar hun Facebook-page. Ga en reserveer jouw trui, je champagnekan, je boel. Is dat je toch? Want we gaan het vieren dit jaar. Ook al is het thuis, maar we viering. Ja? We gaan naar 2022. Dus voor de beste mode is het nog steeds dresscode. En Will is ook hier hoor. Kijk Will. En kijk dit is. De twee grote mannen, als je geld wil, dan moet je hier komen. Hey, kogeloeko. Sai! Para. Je bent zenuwachtig met viering. Je bent zenuwachtig. Maar we komen straks bij jou. Ja, en we zijn terug mensen, we zijn terug. En mijn viertakken boy, Luguna, nou. Ik ga jullie geheim vertellen. Boy Konjasa heeft in zijn auto gezeten. Ik heb gezegd, ga binnen zitten, je kan lekker binnen zitten. Zijn we toch hier aan mannen? Nee, ik zit in die auto. Ayuru Doro nou om op die bank te komen zitten. Tikken nou, tegen haar cameraman. Mag ik even gaan plassen? Zeg, je bent senior. Nou, dus Luguna, ik had gedronken onderweg. Wat heb je gedronken? Wat cola, wat fire, wat voor die maanden. Die beren bij Koti. Ah, je bent naar Rokko, mijn broer. Ik ben klaar om naar Rokko. Oké, hoe heet je enkele? Oké, mijn echte naam is Cyrus Doelbakir. Welke keer? Doelbakir. 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 Bakir. Ah, je Doelbakir. Je hebt geen enkele tussennaam? Ah, je bent Jan Panees, man. Geef maar Jan Panees, man. Nou, mooi, maar wel, hè. Nou, Suradi. Suradi. Ja, hij is van mijn opa. Dus je heet Cyrus. Suradi. Suradi. Doelbakir. Oh, ai. Wanneer ben jij geboren? 13 augustus 1996. Dus je bent ook een leeuw? Ai. 13 augustus 1996. 96, dat wil zeggen je bent 2021 min 96 is? 25. 25, de eerste man boy is 18. Nu traumatisch, mijn geest 30. No man. No man dat je mij jaloers niet hebt. Zijn jaloers op je? Maar het is oud. No, is niet waar. Die kan scoot de man naar de. Wie zijn je ouders? Mijn vader is Sigo en mijn moeder is Doelbakir. Oh. Wat is gebeurd? Ja, wat is de mijn broer? Hey, Kira Sanno! Hey! Kira Sanno! Hey! Hey, ben ik niet te leuk? Ai. Ja. Ai, wie zijn je ouders? Mijn vader is Hugo en mijn moeder is Marlene. Marlene. Ai. Hoe meer?
Marlene kromosom itu. Oh, dus je moeder? Boy, wat heb je eigenlijk niet gezegd? Wanneer was je moeder jaren? Als ik het goed heb, 21 maart. En je vader? 13 april, misschien wel 13 toch. Oh, en je zuster? Mijn zus? Boy, 2 oktober. 2 oktober, en hoe oud is je zus? Plus 6, 31. 31? Ai. Oh, oké. Okay. Zie je kinderen? 2. Je hebt kinderen? Nou, maar wanneer... Je hoeft nog niet te vertellen. Oh, kijk wat we gaan doen. Kijk wat we gaan doen. We gaan drinken, even drinken wat bisaptak. Mijn babi vloesie chinsen, wat bisaptak is strak chinsen. Okay, we gaan een bisap drinken, je mag kiezen welke sap je wil. Je hebt die shuru. Wat is shuru? Shuru is goed, hè. Oh? Is gezond. Shuru is een vruchtsoort. Oké. Okay. Je hebt passion. Uh-huh. Dat is marcousa. En je hebt guayava. En... Laat me kijken. Is was die ene waar mijn meta altijd weggaat? Sinas. Ah, mijn lof, wat sinas? Oh, sinas. Oké, okay, geef mij die shuru. Shuru, oké. Okay. Dan moet ik sinas. Gaan we. Waar is Dinesh? Waar is Dinesh? Dinesh. Roep Dinesh. Dinesh moet een latte lepel voor me brengen. Ja. Ah, ja. We gaan even op die lepel wachten. Terwijl we wachten. Heb je gezien waaruit we gaan drinken? We zijn de eerste mensen. Wij zijn de eerste. Wij zijn de eerste mensen die uit die Oruyari Limited Edition 2021 gaan drinken. Ja? We gaan naar huis brengen. Ja, het is voor jou. Oh, ja, maar, hey. Het is voor jou. Hieruit gaan we drinken. Het is voor jou. Even leren. Even drinken. Eten. Kan ik het aan niemand anders geven toch? Ja, nee, was het toch. Je bent de echte handelaar. Maar kijk nou, zo, terwijl ze gaan die lepel brengen, want ik kan niet met mijn hand gaan graaien in die ijs. Dat ijs, no? Wat is het quality of dat? A-ijs. 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 Dus, je was, dat van je zus, 31 jaar is ze nu. Aye. Maar we willen het over jou hebben. Je hebt nog geen kinderen. Maar waar ben jij op school gegaan? Horen. Na de break. Waar is de jarige? Hey, happy birthday bro. Hey, thanks. Ja man, je hebt een chance aan. Ik hoop dat je er flink gebruik van kan maken. Hey, sorry toch, maar... Je bent de enige wat je cadeau geeft meer. Maar ik ben ook de enige hier. Of gaan dit er man? COVID. Oh, hij is COVID nu voor gitaars aan. Maar ik kan plaats nemen. Wie gaat zo? Ah, ik kan zo. Thanks. Lee, ga je niet eten, Lee? Ja, dank. Er zijn verschillende gerechten. Kijk wat je lust. Boy, voor mij zijn er maar boy. Voor mij tikkie. 12 seconds later. Wat de pot is dat? We now want to tante. In het. Mensen, wij zijn de eerste. We gaan straks naar dat stukje van je school. Je mag alvast inschenken. Ai, my boy. En je Oruyari. Hierin kan je eigenlijk alles drinken hoor. Maakt niet uit wat je erin wil zetten. Ze weten niet wat erin is. We drinken te voer, we drinken te heet. Wat moet niet te heet worden? Nou, of net. Hey, laten we proosten. Ja, man. We proosten die strefidensie en Oruyari. Alright. Ja? Maar Trepidens is lekker toch? Mm-hmm. Een Surinaamse sap. Ai. Ja, ai. School. School. Lagere school. OS Kwarasan. Mulo VOJ Kwarasan. Dana Mega Havu.
Mi stop drapte. Waarom ben je gestopt? Boy, mijn tas nog 5 filies. Hé! Nooit zo grap. Nou, echt. Eerste klas, 5 filies. Rido waarom? Omdat mijn begin hier aan straat. En mijn begin is morgen vrijheid dan mijn loog. Like, middelbaar kan je overal gaan. Je kan gaan matie, je gaat bar, je skip lesuur. Maar eerste, tweede jaar, derde jaar ook toen niet. En dan ben ik gestopt. Dan zou ik naar Avonhaven gaan. Wat hebben je ouders gezegd toen je zoveel keren bent blijven zitten? Boy, ze waren niet boos, maar gewoon teleurgesteld. Want, maar als je teleurgesteld bent, is het erger dan dat je boos ja, bent, snap ja, je? Ja, ja. Het is erger. Maar wie ben ik kreeg toen al laatste jaar? Ik zou bijna overgaan. Bijna? Hoeveel tiende punten? Boy, dus ik had een... Volgens mij ben ik al 6 van Oudu. Maar had je al een idee wat je wilde worden in de maatschappij? Ah, ik wilde dingen worden. Douane, of sinds vroeger. Waarom wil je douane worden? Dat is meer, je krijgt veel geld. Je wordt rijk. Nou, oké. Het is klein. En toen ben je 5 keren blijven zitten? Nee, toen, 4 keren. 4 keren. Ah, ja. Hebben ze je afgeschreven of heb jij zelf gezegd, ik stop? Nou, dus ze hadden me afgeschreven en dan ik ga inspectie. Uh-huh. Ja, maar ik ging wel kans, we gaan met thans doen. Dan dacht ik van... Ik ga avond af. Maar mijn pata zei, ja, ga je go in het vervoer. Ik dacht, ah, wagi, fietok. Ik dacht, nou, ik ga naar mijn wagi. En dan zo, via amatie van me, dan heb ik gehoord van, hey, vakschool. Dan heb ik SAO gedaan. Dat ik doe koeltechniek. Oh. Dan heb ik dat wel afgemaakt. Oh, dat heb je wel afgemaakt. Ah, ja. Dus nu dan kan je naar binnen gaan en die koeler van die man maken. Ik vergeet alles aan. Wat denk je? Dus, sinds mijn slaag, ben ik daarna nooit meer gaan werken voor een koeltechniek bedrijf. Maar heb je het gedaan? Je hebt het nooit gedaan? Alleen stage gelopen. Oh, stage alleen? Ah, toen. Oh, dus je hebt het gewoon voor de vorm gedaan? Ah, dus ik wilde tenminste iets hebben. Ja. Toch? Maar ik vond het in principe niet leuk. Abi hebi? Oh. Toen ben opa Erko, ben aan mijn vlog. De laatste, hij heeft dit. Nou toch. School toch? Ai. Niet afgemaakt, inspectie, ben naar inspectie gegaan, ze hebben je weer een kans gegeven. Je bent toen naar de avondhandel gegaan. Nee, bijna ik ga avondhandel. Bijna ik wil avondhandel. Maar mijn nog door ben ik naar SAO. SAO gegaan. Op die scholen, wie was je favoriete leerkracht? Vanaf lagere school? Uh-huh. Boy, lagere school had ik een vrouw. Oh, je niet staan, zei hij, maar hij loopt niet echt. Omdat ik, je bent koning, tap lagere school. Lagere school. Ai. Milo, dan ben je afwaar, geschiedenis. Ze was streng, alles maar bij tegen, maar dan gaan we doen lief altijd. En maar ze gaan ook goed lessen, we scoren altijd goed. In afbeleren. Oh. En op de haven, boy, no one. No one. No. Maar tegen welke leerkracht zou je wel sorry willen zeggen? Geen enkele? Nou, weet je waarom? Omdat. Ik ben vriend, ik ben bobo altijd op school. Je bent vriendje? Ja, dus ik ben gehoorzaam. En dat ik nooit meer vast aan mijn leraar. Maar had je een bijnaam op die scholen? Boy, lagere school wel hoor. Welke? Ik ben op Mangri Tiki. Ik ben op DJ. DJ de. Milo niet, no. Kan je Milo? Ik had 4 peusjes op de Milo. Dat kan je maar bij mijn poëzie en half ook misschien. Oh. En vond je het erg? Luku, lagere school, ik ben bobo toch? Maar ik ben iemand meer emotioneel. Ik ben een emotioneel persoon. Yo, ik ben kree altijd. Toen we play ball naar mijn haar, naar mijn long, naar mijn pak, naar mijn kree. Maar Milo, ik ben kwijt wel wat iets. Ik deed. Ik viel een paar mensen wel lastig, moet ik eerlijk. Maar het belangrijkste daaruit is dat ik ook heb kunnen leren daaruit. Van hé, dat het ook niet goed is hoe je mensen behandelt. Soms, maar niet dat ik echt racistisch was of zo, of specifiek tegen een persoon. Maar bijvoorbeeld, terwijl mij doet moeilijk, dan met taks aanbakken. Snap je? Dan ga ik je eerst volgende tijd doortreteren en zo. Maar ik heb daaruit geleerd van ik kan op doen en zo. Dus dat wel. Oké. Okay. Toen ben je naar SAO gegaan, je hebt een vak geleerd. Ai. Je hebt nooit gewerkt na SAO, dat vak heb je nooit uitgeoefend. Ik ben raak toe toch. Had je bent nu 25 jaar. Ja. 25 jaar, dat want dan ik moest voor op Wang. Wang? Huh? Wang Sang.
Wansang. Je hebt geen vriendin? Oh, ja, 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 hele mooie, ja. Hele mooie, ja. Hoeveel kennis met die mooie vriendin van je maken? Dus kijk, jammer genoeg niet. Jammer genoeg niet? Nee, dus kijk. De mensen die mij kennen en haar, weten. Toch? Maar, voor... Ik weet waarom ik dus zeg. Waarom? Vertel ons nou. Nou, dat is moeilijk niet toch. Mensen mogen niet. Waarom mogen die mensen niet? Het is niet dat ze niet mogen weten, maar ze hoeven niet te weten. Of ze hoeven niet. Het is geen geheim, maar... Als je ziet hoe je dat weet. Nou, ben je van, oh, oké, dat is saai. Maar waar is het dat begonnen? Waar is dat begonnen? Met haar? Met haar. Uh-huh. Oh, dus, we ben erin op Facebook. En daar zag ik van, hé, we playgame toe. Maar dan dacht ik van, hé, nou moet ik saai dus. Dan heb ik er gechat van, hé, wil je met me gamen en zo. Maar dat zo, we playgame. En dan, nou, dacht ik van, hé, laten we een keer ontmoeten en zo. En dan, sinds die dag, ai. Is het direct bam? Ai, maar. Zijn er trouwplannen? Ik wil wel trouw, ik wil ook kinderen. Maar zij niet? Ja, 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 sowieso maar. Als ik van jaar na 5 jaar, maar na 5 jaar ben ik 30. Allah, wat kan je dat niet nu? Maar hoeveel kinderen wil jij? Kijk, eigenlijk 1 of 2. Maar zolang ik ze kan verzorgen, dan mag het nog meer. Misschien 3, 4. Maar zolang ik ze kan verzorgen, natuurlijk. Zou je het even elkaar moeten, want alles aan die erin. Maar waarom ben je nog niet gestart? Ik vind dat ik nog niet financieel stabiel ben. Oh, ja, ik moet eerst stabiel kunnen zijn om voor mijn kind te kunnen zorgen. Snap je? En mijn vriendin is nog schoolgaande, dus ik hou ook nog rekening daarmee. Maar zolang hij slaagt, meteen je klaar. Normaal. Tijdens de opnames zou je Atta al zien komen met een cocktail. Maar helaas vandaag niet. We wensen hem heel veel sterkte toe. Is dat toch? Want tekkel te kamang, is dat toch, maar hij is al opgeknapt. Dus Atta, kom snel weer tussen ons. Want we missen aan energie. Is dat toch, aan positieve energie. Is dat toch, Atta, let op jezelf. Wij gaan ook op jou letten. Maar die cocktail missen we echt. We missen die cocktail evenwel. Is dat toch, Atta? Dus power kracht met je gezin. Ja? Wat wil je ook zeggen, Atta? Oh, beterschap. Oh, Atta is er niet. Maar, we worden wel verwend met een hoe heet het ding weer? Die slushy. Oké, dit is van jou. Dank je wel. Slushy van... Goed zo, je moet luider praten, dame. Fast en fresh. Ja, van fast en fresh. Wat we proosten. Oh, proost. Alleen doe je want tikkie. Ja, tof idee, joh. Oh, proost. Nee, dit moet ik proeven. Want Dinesh Jaff ging in fast en fresh. Ja, weet, dus dat moeten we het proeven. Laat maar proeven. En kijk, bijna alle kleuren, hè. Het lijkt op een regenboog. Je loopt als zo. Je geeft energie toch. Aha. Je kan langer bezig zijn. Je bent liever vaak langer bezig. Ja, in plaats dat je niet bezig bent. Ja. Ja. Waar worden we gestopt? Voordat die dames, nee, voordat Atta is gekomen. Dat van? Kinderen. Ja, je moet even rusten. Je wil... Ja, we hadden het over kinderen. 25 jaar, je moet kinderen. Je wil financieel stabiel zijn. En daarna ga je beginnen met die kinderen. Ja. En je wil 2 kinderen. Minimaal, ja. Minimaal. Is dat niet toch? Waar is dat van jou begonnen? Van mij, dus waarmee ik nu bezig ben. Ja, waarmee je populair bent geworden in Suriname. Want kijk, ik heb het op Facebook geplaatst. En bepaalde mensen begonnen met, maar wie is die saai? Ja. Ik zeg ze, als je saai niet kent, ben je geen Surinamer. Want het is die lastige, kleine, Javaanse jongen. Ik vergelijk jou met Mr. Bean. Amman die zien met dat. Hij hoeft weinig te praten. Amman Fessi Wang. Zuiverlijk Mr. Bean. Amman Fessi Wang zegt al veel. Is dat je toch? Trekt al aandacht. Dus waar is dat begonnen? Waar is die bekendheid begonnen? Oren. Na de break.
het à la scène. Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected à la scène. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco. Met TNC Uw Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby. Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. TNC Uw keeping us in touch. Ja, en we zijn terug, mensen, we zijn terug. We zijn nog steeds voor een fast and fresh. En mensen, ga je eerlijk zeggen, ik weet niet van jou, maar ik ben alleen die feeststemming. Het is alleen maar hopen, wat een beetje twijfelachtig is, op 31 december. Ja, weet je toch, als je kijkt, zijn we al in die sfeer, in die stemming. Sowieso. Maar we gaan door met jou. Ai. Waar is dat begonnen? 8 jaar geleden. Drie mati. En dan... Ik dacht van, we voegen, kom ik aan film. Koop het op YouTube. Dan zijn we met Blackberry begonnen. Dan we edit, hebben we eerst gezet op Blackberry. Dus we doen het op YouTube, via Blackberry. Dan we share onderling gewoon via vrienden in de buurt. En dan, die vinden van elkaar, feedback van Amici Asana fit is grappig en zo. Daarna hebben we nog een andere aflevering gedaan, maar die was minder goed. Maar voor een derde, dan moest, zag ik van ik moest de jongens dwingen en zo. Dus de boy naar Bello ben zo echt. Het is niet dat ze echt, de maar bij Wani. Dus dan ben ik gestopt, een jaar, anderhalf. En dan ben ik op Facebook begonnen met een buurjongen van me. En hij woont nog steeds daar, een buurjongen van me. Dat ik koop het op Facebook. Mijn potting. Ik zag 70 shares, eerste video. Niemand kende me. Ik van wakka. Ik kwam een tweede, een derde, gewoon op mijn normale profiel. Ik zag van mensen, de maar bekomen. Heb ik toen een page gemaakt. En sinds die dag, 1 september, 6 jaar geleden. En de verder, bom. Verder, ai. Mm-hmm. Is dat je werk nu geworden? Nee. Niet? Nee. Wat doe je dan om aan geld te komen? Ik ben editor. Waar? Da Vinci Group. Waar? Da Vinci Group. Oh, je verdient goed? Nou, genoeg om te... genoeg om te overleven, ja. Om te overleven. Ja. Maar ik zie je ook samen met die jongen, hoe heet hij weer? Ferry. Ferry. Ai. Maar ik zie je, ik zag je met hem, maar ik zie je niet meer met Ferry. Wat is gebeurd? Is er een ruzie? Nee, is er nog waar we samen? Oh? Ja. Want ik zie met iemand anders nu. Wie? Die hun distance, jongen. Abo, je want jersey bij je naartoe? Akasje takje of... Ik weet niet met hun distance. Nee, dus kijk. Ik werk en ik heb niet meer de vrijheid net toen, snap je? Ik werk van maandag tot en met zaterdag. Uh-huh. En ik kan het niet weer, ik wil een beetje rusten. Uh-huh. Maar Ferry en ik zijn nog steeds beste vrienden. Mm. Sinds Koro te Havu. Maar hoe is dat contact gekomen met Ferry? Oh, Koro, Havu. Oh, Havu, je zat samen op school? Miki samen toch? Va? Ik heb hem indirect met mij laten zitten. Miso Rama van jouw pakket is niet goed. Kom bij mij, ik ga je helpen. Zit in mijn klas, stik mijn pakket. Nooit meer, papa. Maar hij is niet blijven zitten, want jij bent... Maar... Meneer, dat kan wel door, maar... Afoefa's koren, ja, meneer, ja, maar... Oh, ik ben ook niet afgerond. Nou, kijk, dat deed van ons was... Hoe ben jij die om te filmen ook. Om te gaan filmen. Mm. Maar... Ik zeg van... Alle ook niet chawan boom, kijk. Dat is het ook nog. Dus bijvoorbeeld, is het niet gelukt op school. Maar in een ander, op een andere manier is het wel gelukt. Mm-hmm. Dus dat. Mm-hmm. Schrijf je eens dingen zelf? 80%. Soms hoor ik een tori, of een tori die een barber van me heeft gegeven, of mijn vader, of misschien wel een verhaal, een mop.
En dan doe ik het met een twist op mijn eigen mind. Maar de meeste komen van mij. Maar op Facebook heb ik het geplaatst en ik zei je al toch, die reacties van mensen. Ah. Je had een paar minder leuke reacties. Hoe ga jij met die om met die? Want ik tegen me toe, die me belly. Ik tegen me dat zang, bepaalde comments, jong. Hoe ga je ermee om? Nou, in het begin heb ik het meer. Omdat, kijk, het is iets nieuws voor me, snap je? Ik ben die dingen niet gewend, maar ook takzaam. Maar ik ben gaan realiseren van, je gaat nooit aan ieder tevreden kunnen stellen. Met ook al wat je doet, ook al soort hoe je doet. Wie is in een sap de man, wie is in een doe de man wat aan. Want toen man loop je. En dat heb ik geaccepteerd. Ja, kijk. Ga je wat, als ik je wat mag leren. Ja, sowieso. Die auto daar toch? Die auto, ja, waar melk staat. Ai. Heeft een batterij. Het is plus en min. Er is geen enkele auto batterij die met plus plus rijdt. Je hebt altijd min en plus. En zo is het leven ook. Precies. Het leven, je moet van alles verwachten. Als je een hoge boom bent, moet je van alles verwachten. En je moet nooit denken dat iedereen van je gaat houden. En je moet altijd ook onthouden dat je liever van die mensen die niet van je houden, houden. Je moet van die mensen die niet van je houden, houden. Weet je waarom? Die zijn die eerlijke mensen. Die ga je ogen openmaken. Die Precies. ga je kunnen zeggen van, hey, ik heb dat verkeerd, ik moet daarop gaan letten. Precies. Is dat weet je? Want je hebt die ene die van je houdt. En misschien omdat hij zoveel van je houdt, of zoveel van je houdt, dat ze bang zijn om je te zeggen van, hey, je doet het verkeerd. Maar als aan een lobby, je mag hem houden, je mag hem koesteren. Want dat is altijd ook volg je. Nee. Altijd. Dus in een spanning aan de moro. Want ik zag je reactie, je begon een beetje twijfelachtig te doen. Nee. Ik was confident. Omdat ik weet van, hey, het doet me niks. Want okay, toen, ik ga halen en trekken met die mensen. Maar bakka dat boy, ik mis refkoeer. Ik heb het zo gelaten en ik zeg van, hé, dat doet me gewoon niks. Heb je een laars? Laars? Koop een laars. Je moet een laars kopen als je naar huis gaat na vandaag. Moet je een laars kopen tot hier. Toch? Dan plak je het gewoon naar je laars. Alle comments negatief, je plak je gewoon naar je laars. Ja, hè? Ja, man. Wat zeg je, wat is je streven in het leven? Want je bent nu, men ziet je als comedian. Ja. Wat is jouw streven in het leven? Ik wil acteren, dus rijk worden door acteren. En dat ik kan zeggen van, hé, ik kan alles kopen voor mijn ouders dat ze willen. Dus alles wat ze voor me gedaan hebben, wil ik dat terug doen. En voor mijn toekomstige vrouw en kinderen, dat ik ook alles voor ze kan doen. En als mijn moeder iets wil van, hé, ik wil dit, zeg ik, ma, kijk je. Ik heb dit voor je, ma, kijk je. Of, ma, kijk je. Dus dat is echt mijn streef. Maar je bent al aan het acteren, want je speelt met, samen met... Sambal Trassi. Ja. En hun zijn top. Ja, is... Hoe is dat gebeurd? Ze hebben ook vanuit Facebook ontdekt. Hebben ze me een keer uitgenodigd voor een aflevering, TV-aflevering. En daarna hebben ze me gevraagd voor een theatervoorstelling. Ze zagen van, hey, het was leuk, het was goed. En daarna ben ik in al hun theatervoorstelling gekomen. Ja. En hoe was dat gevoel? Boy. Om eerlijk te zijn, als je daar op het podium staat, toch? Voordat je naar buiten gaat, het is nek, trangen, orsi. Maar als je eenmaal buiten bent, lijkt het alsof al je problemen, alle zang, alle hart zang, het maakt je zo blij en gelukkig, dat in Spanje niks. Maar kan je eerste optreden nog herinneren? Helemaal. Welke fout heb je gemaakt? Fout? Volgens mij mijn eerste... Wacht. Nou, mijn eerste volgens mij niet, nee. Kan je me vergeten? Wanneer? Welke wel? Bij mijn tweede premier visie. Dat is aan het staan. Dan ik gaf je. Fijn. Ik zat dat aan ouders van... ik moet zeggen, dede. Dan moet ik bing dede. Niet de camera aan mij lukt, dan ben ik lafou. Maar dan nou... Uno es la fu, el público es la fu. Cuando ve la fu, el público es la fu, moro tranga. Cuando ve drive y baka dan, café en el big la fu. Manager bar, uno era. Oh. Ay, but, yes. They can't talk, we're saying professionals, like. Uh-huh. Magdi fo, ni me, al final de dag.
Ben je alleen in Suriname? Heb je alleen in Suriname met ze op moeten optreden? Kunnen optreden? We zijn naar Nederland geweest en Curaçao. Oh, ik ben ook naar Nederland geweest? Ja, ja. 3 jaar geleden als ik het goed heb. Hoi. Hoi. Hey, we zijn samen met meerdere periodes in Brugge voor het eerst. Wat is gebeurd? Je laat haar Holland. Nou, dus kijk. Ik ga Koeri. En dan moest ik die andere gaan ontmoeten. Dan ook. Ik dacht van, van wie ga ik inzien en zo. Dan ook, en dan voel ik me met die dag van, je moet aanbellen. En ik dacht van, boy, zo man aan. Mijn heb een nummer, mijn heb dollar. Bellen je nou. En ik dacht, nou, je moet aanbellen. Dus, jouw dacht, je moet kloppen. Je moet kloppen, ja. Maar ik dacht aanbellen. Dus ik dacht van, je moet aanbellen. Dat is plus, want die, ik put shampoo en lotion. Like your lotion. Dus, I best me shoot it. Dat weet ik. Dat weet ik, naar lotion. Dat is important. I will eat at that. Dat, mama, voor de rest was het echt leuk. We gaan afronden. Wat zou je nog graag willen doen? Wat ik zo graag wil. Hier in Suriname. Boy. Misschien. Mijn eigen film maken. Met al die jongens met wie ik samen heb gewerkt, die me hebben geholpen. Fairy vooral. Een short movie. Sowieso. We praten al langer over, maar ammonie en de tijd. Het kost veel energie en zo. Maar ik zou dat toch wel willen doen, ja. En misschien nog meer theatervoorstellingen. Theatervoorstellingen. Dan moet je zeggen, Beltrassi, je bent per de man toch? Kijk, we willen, maar... Ja, COVID. We houden rekening met COVID. Ik denk echt eraan. Nee, we moeten gewoon even rustig wachten. Met COVID, COVID gaat niet meer weg. Is dat toch? We moeten ons gewoon houden aan de protocollen. Zodat we sneller, is dat toch? Als versoepeling juist krijgen. Je begrijpt het helemaal. Ja, toch. Hoe is dit? Als jij die pakketten voor me kan brengen. Onze meubelman, dat wordt zijn mekken aan de meubelboy. Kijk zijn meubel weer, jong. Steeds weer een andere bank. Vertel me wie dit in Suriname kan. Amatak mi mag charinga oso. Amatak mi mag charinga oso. Mina safa mpote mpote tapa wangi. Nee, as de as dat ifu zeg, want dat boys je verras. Amatak no. Kijk eens goed toe. Dankjewel. Dankjewel. Oi. Ja. Thank you. Kijk, we gaan beginnen met mijn hoofdsponsor. Die kreeg 50 SRD beltegoed van Telesuur. Je krijgt van Marion krijg je een mand vol met Marion sardinesoorten. Oké. Ja? Maar hier hoe ik die mooie sardine strak. Wat hier mooie nyanja. Kijk hier, van Michi krijg je dit pakket. Lekker gezond. Ahibio? Ja, ahibio toch? Ja, juist. Dat willen ze met je doen. Vitamine, in panang vitamine. Je krijgt van Goddess en Mitch. Ik denk aan Mitchell, man. Je krijgt van Goddess en Rich. Ja. Krijg je, mag je een... Moet je tico naar een pakje. Oké. Ja? Je mag een pakje daar afhalen. Je gaat gewoon naar Bali. Maar Yusuf moet gaan. Ik mag gaan, Ik go. Dan maak een foto, dat zit op Facebook. Dat je gaat een pakje. Oké. Ja? Mag je halen? Time small, je weet waar ze zijn toch? Time small. Langer mij nog een foto, boy. Langer je nog een foto, vooral voor je taboy, die. Waar is dat? Pak ik dat door met haar. Ja, toch? Dat krijg je. Nog iets, ik heb nog iets van Fast and Fresh. Fast and Fresh heeft ook nog wat voor jou. Een heleboel presentjes ga je vandaag krijgen. Je mag je haar ook gaan knippen. Je mag je haar ook gaan knippen bij mijn kapper. Een van de beste kappers in Suriname. Toch? Secret Cuts. Secret Cuts. Ja. Die jonge snel boy. Dat wil op voor Bushkits boy. Kijk, je krijgt nog een... Oei. Dit is... Ik wil een drink koffie toch? Je drink koffie toch? Hey, boy. Alamantin boy. 45 jaar. Dank je wel. Kijk hier. Roy Boudou. Kijk, dit mag je in die dag zetten. Dus dan kan je haren. Je mag je haren, maar je krijgt een knipbeurt van Secret Cuts. Secret Cuts. Ja, tegenover Ramcharan's Sleterij. Ja. Oké. Okay. Ja? Dan ga je haar gewoon lekker daar knippen. Vandaag is onze kokker ook niet.
Ik heb iemand heeft gereageerd op Facebook. Mensen, wansan zou hem doen. Tapa bankstel zijn familie. Wansan zou hem doen. Hem kon bemoeien in tapa bankstel familie. Proberen jullie niemand op te hitsen. Wanneer ik mijn dingen zeg. Wij hier verdragen. We zijn broers van elkaar. We verdragen. Tintak bijvoorbeeld. A kop DC. Daar heb ik het over. Deze kop. Vandaag is hij er niet, is er weer een andere kok. Is dat weet je? Dan weer haar maken er op zo. Ja weet je? Dus hoe go hits no one op. Want soms is het zo. En het wachten is op die pizza. Is dat weet je? Het moet nu wel af zijn, want ik heb gekregen honger. Ah, speciaal mino yang. Speciaal. Vandaar dat we eigenlijk aan onze chef-kok hebben gezegd, vandaag hoef je niet te koken. We eten pizza van hier, kom die pizza al naar buiten. Ja, die nest. Mee gaat opruimen. Okay. Opruimen. Dit gaat even hier. Hey Dines, wie dat je voor me moet brengen? Uh-huh. Kan je een Heineken voor me brengen? Want dresscode heeft nog iets dat we kunnen gebruiken. Oh ja. Ja, dit ook. Prima. Kan je het openmaken voor me? Ja, dankjewel. Wacht, ik ga dit even hier zetten. Kijk, servetjes. Dan ga ik voor je snijden. Dan gaan we snijden. Dit is geen taart snijden, hè? Nou, pizza snijden. Dit is pizza snijden. Oh, ze moesten... Is er een mes om te snijden? Ja. Huh? Oh, ze gaan snijden. Het is nog niet gesneden, hoor. Is dat gesneden? Nee, het gaat moeilijk, kijk hier. Kan die een tik voet, ja? Daar? Ai. Hier. Nee, die kotter. Oei. Jezus. Hou dit. Hou jij dit. Ja. Laten ze die kotter even halen. Terwijl ze die kotter halen, dan ga ik kijken hoe dit toe gaat. Hoe dit moet. Ja, zo. Is hij? En dan gaan we. Laat maar kijken waar je moet spuiten, hoor. Oh, dan moet je draaien. Draaien. En dan spuit je. Hey. Oké, dan gaan we snijden. We gaan snijden, die pizza is er. Wat er wordt. Snij hier. Ja, klas. Ja. Kijk, dit is voor jou. Dank je wel. En dit is voor mij. Ja, dankjewel. En dan gaan we afsluiten. Heerlijke pizza van Vest. En fresh. Zie je? Ja man. Je mag eten, dan ga ik afsluiten. Alright. Dat was het voor deze keer. Oh, bij Jonna. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gezien en gehoord van die jonge Surinamer. Die jonge Surinamer die iets wil worden in deze maatschappij. Is dat weet je, hij wil iets voor Suriname betekenen. En we gaan hem die ondersteuning geven. Zijn droom is om films te maken. Hier in Suriname. En het kan als wij hem ondersteunen. Dus Koji Aboy, een jong boy die zie. Die jongen van Kwarasang. Is dat weet je, die jongen die 4 keer is blijven zitten. Maar niet heeft opgegeven. Hij is naar SAO gegaan. En heeft het daar wel afgemaakt. Ik blijf het zeggen, niemand is dom. Hij heeft gewoon een ander talent. Ja, hè? Dus. Sai. Rus. Ga zo door. Ja, en eet je pizza. Lekker. Rustig. Hey. Je hebt honger, boy. Je hebt honger. Maar we gaan het daar afsluiten. Tatarantan. Ben je ready? Midden. 3. Samen. Van begin tot 1. 2, 1. Wacht, ik heb nog iets voor je. Waar is die trui van Sai? Want de man kibra trui, man. Je moet een trui van dresscode krijgen. Hé, hey, deze jongens zijn gemeen, boy. Kijk, het is al in zijn auto, Philip. Kijk daar. Dit is zijn auto. Breng het hier, Jonna. Breng het. Hé, hey, die jongen, je bent snel, man. Kijk hier. Sai heeft ook zo'n truitje gehad, mensen. Haal je trui bij dresscode. Je kan op een Facebookpage gaan en alvast reserveren. Sai, je krijgt ook zo'n trui
van dresscode. Dankjewel. Boy Jonna, je bent echt snel. Maar we gaan het afsluiten. We gaan het afsluiten in de middelste camera. En bij Jonna, de boef. Jonna de boef, 3, 2, 1. Tan, 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 tan,